in die hoek. Dat lijkt me een hele goede oplossing. Kom erbij, je hoeft niet op het plein te blijven. Kom er gezellig tussen. Ik ga het jou vragen. Kijk, Mila is jarig vandaag. Hoera! En Mila heeft vandaag, die krijgt een extra... Eerste moment hebben we gedaan, Quinten. Wat hebben wij begraven aan die kant, onder de school? Een schatkist. Die ligt er nog steeds. Maar die zoeken we niet meer op, die zit er helemaal onder. Die vlag, waar jullie namen allemaal op staan, die gaan we naar boven trekken, naar het hoogste punt, zodat we echt zien, zo groot wordt onze school, zo mooi wordt onze school, en daar kunnen we straks naartoe. En ik denk dat we nu, met de jarigen van deze week, samen de vlag naar boven gaan hijsen, om te kunnen vieren dat we zo'n mooie school gaan krijgen. Hij gaat steeds verder de lucht in. Loop maar mee met die vlag. Ga maar kijken. Ga maar kijken. Nou, dan gaat hij naar het hoogste punt. Het is vandaag 13 oktober, donderdag 13 oktober 2011. Een fijne dag voor de gemeente Drimmelen, speciaal voor Terheide. En eigenlijk ook zeer voor mijn buurman, meneer Van der Einde, directeur van Volksbelang. Want meneer Van der Einde, we hebben vandaag iets te vieren. Ja, we hebben zojuist, de wethouder heeft zojuist de vlag gehezen omdat we het hoogste punt hebben bereikt. Hier op deze locatie, de Zonzeelschool. En dat is een bijzonder moment, omdat we daarmee een heel eind op gang zijn om binnen nu en een maand of 7, 8, moet ik even goed nadenken, ja, een maand of 7, 8, uiteindelijk het hele gebouw op te kunnen gaan leveren. Dus dat was een mooi moment, zojuist, in de zon nog ook. Het was een oude droom van de gemeente om deze school die er stond ooit eens te veranderen. Wat was jullie rol daarin? Nou, wij zijn betrokken geweest, en dat kent iedereen wel die Terheide kent en Drimmelen ook, afgelopen jaren bij de hele discussie rondom wat gaan we doen hier op en om het Oranjeplein. Nou, de ei is gelegd, niet meer te veel over hebben. En dit is de eerste fase van het Oranjeplein en in dit fase bouwen wij samen met de gemeente. De gemeente bouwt de school en de bibliotheek feitelijk en wij bouwen de 18 appartementen die hierboven op de school straks komen. En we doen het eigenlijk samen, hè? Dus ieder zijn deel. Maar ja, je kunt maar één keer bouwen met één aannemer. Dus dat stemmen we met elkaar af. En dat gaat goed. In een tijd van recessie, bijna, want die praten we ons misschien een klein beetje aan. Is het toch voor een bedrijf zoals het uwe, samen met uw partners, prettig om dit soort uitdagingen nog te kunnen hebben? Ja, zeker. Hè? Overigens, ja, de recessie praten we elkaar niet aan. En wij merken het ook. Hè? Er is toch echt wel een andere tijd gaande. Maar ja, in die zin is het natuurlijk ook als corporatie ook al een uitdaging. Om juist in deze moeilijke tijden toch te proberen de projecten die we voor ogen hebben, om die ook te realiseren. Nou, we zijn een goede corporatie, zeg ik. Dus wij moeten ons die uitdaging ook aan. Dat gaat ons ook lukken. Maar het is ook voor ons echt wel een tijd waarin we heel scherp moeten kijken. Wat doen we wel, wat doen we niet. Wij denken de plannen die we hier hebben, zowel fase 1 nu uiteraard, maar ook fase 2 en 3, dat die de komende jaren wel gewoon doorgaan. Omdat we daar redelijk goede ideeën bij hebben en daar ook ja, voldoende over nagedacht hebben dat dat gewoon een realiteitsgehalte heeft. There it is, I can see the little picture perfect me. I have tried using force, but it always ends up trying. Het was een hele bevalling, hè, deze school, want er is nogal wat vooraf gegaan. Ja, het is een heel lang traject geweest. Ook omdat het eigenlijk niet alleen de bouw van de school was, maar ook van een heleboel woningen en renovaties hier in de buurt. Dus dat heeft nogal wat voeten in de aarde gehad. Want ja, zo'n project kost natuurlijk veel geld. En dan moet er goed gekeken worden van wat kan wel en wat kan niet. Maar bijvoorbeeld omdat de bibliotheek nu ook in dit gebouw zit en niet meer aan de Brabantstraat zit straks, komt daar ook weer woningbouw. Het zijn allemaal projecten die daarmee samenhangen. Ja, dat kost even tijd. En die bibliotheek, dat was een beetje een hot item aan het worden, geloof ik. Ja, dat klopt. Dat klopt. In de kerntakendiscussie die wij als gemeente hebben gevoerd om alle bezuinigingen op te kunnen vangen,
is ook een bezuiniging op de bibliotheken aan de orde gekomen. Daarbij was nog wat discussie of dat de vestigingen in Terheide en Lage Zwaluwe open moesten blijven. En ik heb toen gelijk gezegd, ja, we gaan natuurlijk geen nieuwe brede school bouwen hier in Terheide. Maar datzelfde geldt in Lage Zwaluwe, waar de bibliotheek een belangrijk onderdeel van is. En dan via die bezuiniging weer uitschappen. Dat zie ik niet zitten. Gelukkig vond het college en de gemeenteraad dat ook. Dus wij hebben hier een prachtige bibliotheek, ook in Terheide. Nu begreep ik dat er ook een spelotheek zou zijn gepland. Ja, de spelotheek die zat vroeger ook in het gebouw van de bibliotheek. Maar de spelotheek die is er intussen niet meer. Dus ja, die gaat ook niet meer over naar dit gebouw. Wat wel meegaat is ook de kunstuitleen. Oké, okay, en wat moet ik me daarbij voorstellen? Is daar speciale ruimte voor gemaakt of is die af en toe ter beschikking? Ja, de kunstuitleen die maakt ook gebruik van de balie van de bibliotheek. Die hebben een eigen opslagruimte. Waarlangs zij dan en de balie van de bibliotheek die kunst uit kunnen lenen voor de mensen die daar die gebruik van willen maken. Nou staat er als je bij een bibliotheek binnenkomt, stilte alstublieft. Hoe rijmen we dat met al die vrolijke en uitgelaten kinderen? Ik denk dat dat in ieder geval een verschil is met de plek in het gebouw. Hè. Dus we hebben 8 klaslokalen die ergens anders liggen. En we hebben de bibliotheek die aan de andere kant van van de school gebouwd zit. Dus ik denk dat daar nog van alles mee te doen is. Maar wat ik vooral leuk vind is dat de bibliotheek voor de schoolkinderen tijdens de schooltijden ook gewoon helemaal toegankelijk is. Dus juist het stimuleren van het ook thuis lezen, dat gaat prima op deze manier.